Yo, what up, what up, what up, what up. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video, een nieuwe haircut tutorial. Dit keer ga ik uitleggen hoe je de Sergio Ramos look kan krijgen van de voetballer van Real Madrid. Ik begin zoals gewoonlijk meestal altijd, omdat ik het zelf heel erg leuk vind om mijn haar heel erg kort te dragen aan de zijkanten. Ook vanwege mijn grijze haren begin ik met de balling van Wahl. En daarmee maak ik eigenlijk alle zijkanten eerst gewoon echt bijna tegen het kale aan. Zodat je echt een goede undercut krijgt. Ik probeer echt een fijne lijn in te krijgen. Dus echt probeer ik een bloempot ervan te maken. Zodat het rondom mijn gehele hoofd de lijn eigenlijk gelijk is. Er zal misschien een kleine afwijking zijn her en der. Maar die kan je later, wanneer je eigenlijk de rest van de undercut hebt gecreëerd, kan je die verder bijwerken. Zoals je hier ziet, hij loopt nu wat meer met een punt naar beneden toe. Dat heb ik bij Sergio Ramos zelf gezien, dus ik dacht, laat ik exact ook hetzelfde gaan doen. Daarna heb ik de supertape gepakt en ben ik eigenlijk op standje 0, dus echt, de messen zijn dan dicht op elkaar. Ben ik ongeveer een half centimeter erboven gaan zitten bij de eerste lijn. Zo probeer ik eigenlijk de fade, dit is een high fade zoals ze het ook noemen, probeer ik langzaam te vervagen. De lijn die ik als eerste heb gecreëerd, probeer ik nu te vervagen door de supertape te gebruiken en die op standje 0 te zetten. Daarna heb ik de Wahl supertape opengezet, dus de messen volledig open. En daarna ben ik dus de tweede lijn die ik heb gecreëerd, ga ik nu langzaam wegvelen. Eigenlijk wat je moet proberen is om de vele niet gelijk heel hoog te zetten. Dus eigenlijk gewoon continu aan te houden. Een centimeter erboven, een centimeter erboven en nog een centimeter erboven. Dat je het uiteindelijk de lengte hebt van de bovenkant. Van de meest bovenkant van de haren. Heel veel doen het eigenlijk al heel strak tegen het haar aan. Ik vind dat zelf persoonlijk niet mooi. Ik hou er juist van als er een mooie veet aan zit in plaats van kaal naar heel veel haar in één keer. Dus daardoor probeer ik altijd een lichte high fade te creëren. Zodat je echt een duidelijk verschil hebt van de undercut, maar niet een te harde undercut. Daarna pak ik kammetje 1,5. Dat is een grijs of een groen kammetje. Die komt bij de balding. Die heb ik ook los nog gekocht, maar dit is een 1,5 millimeter en die doe ik open en probeer ik eigenlijk weer die halve veet die ik heb gecreëerd weer weg te halen. Zo ben je echt precies aan het werk en ben je echt kleine veetjes aan het maken, kleine overloopjes. Vergeet niet af en toe even te borstelen, want soms lijkt het alsof je nog een lijn hebt, maar door het een beetje weg te borstelen valt het vaak reuze mee en hoef je nog maar een kleine aanpassingen te doen. Nu heb ik de 3,5, dus dat is de kammetje 1 normaal gesproken. Die heb ik op dicht staan en die maak ik eigenlijk rondom, ga ik die nog eventjes wat bijwerken. Zodat je echt toch een mooie overloop krijgt van die 1,5. Nu doe ik de kammetjes, er zit geen kammetjes op de tondeus, op de supertape, maar doe ik een kwart. En probeer ik hem helemaal rondom mijn hoofd een beetje bij te werken. Dus gewoon even de laatste lijntjes die ik nog zie weg te halen. Nu gebruik ik ook de balding om de laatste lijn. Ik had voor mijn gevoel zag ik achter nog een lichte lijn vanaf de eerste kant. En die heb ik nu zeg maar lichtjes weggewerkt. Die ben ik nu lichtjes aan het wegwerken zodat je die uiteindelijk nu helemaal niet meer ziet. Nou, nu probeer ik het, mijn haar een beetje model te kammen zoals Sergio Ramos het ook heeft, maar omdat er gewoon nu geen gel in zit, ja, mijn haar is best dik, dus het steekt aan alle kanten uit. Dat zie je nu ook, maar hierbij het resultaat ook wanneer ik gel in mijn haar heb en hetzelfde probeer te creëren als Sergio Ramos. Zoals je ziet is de undercut vrij hoog, dus een high fade. Dus het is niet van niks naar heel veel haar. Nee, er zit een fade in. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik hoop dat je dit nuttig vond. Heb je vragen, laat die dan gerust achter in de comments. Vergeet niet te delen, te abonneren, te liken. En dan zie ik je weer de volgende keer. Later.